Wilt u een keertje toeteren? Nee, dat mag niet. €370 boete. Toeteren en feest vieren. Voor Rotterdammers met een Turkse achtergrond lijkt dat onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar de VVD wil dat daarvoor boetes worden uitgedeeld. Toeteren, overdadig toeteren en geluidsoverlast veroorzaken in de stad is strafbaar volgens de APV in Rotterdam. Dat mag gewoon niet. Het mag niet, nee. De VVD zegt meerdere meldingen binnen te hebben gekregen van geluidsoverlast, van toeteren. De partij heeft vragen gesteld aan burgemeester en wethouders en wil weten of er boetes zijn uitgedeeld. Wat wilt u nu precies bereiken door met het stellen van deze vragen? Nou, inzichtelijk maken of in deze stad gelijke monniken, gelijke kappen nog steeds voor iedereen opgaat. En daar zijn we als VVD altijd erg strak op. Want waarom zou dat nu niet zo zijn? Nou, als er geen boetes zijn uitgedeeld gisteravond, dan wordt het blijkbaar voor sommige mensen een uitzondering gemaakt. Dan is Jan met de pet wel de sjaak als die een toetert naar een vriendje wat voorbij fietst of vanwege een andere omstandigheid. En wij vinden dat of het geldt voor iedereen of het geldt niet.